Dit is Ilfie. Ik vind dat zo onvoorstelbaar, goor. Als iemand tegen me zegt, oh, mag ik je puist uitknijpen? Get the fuck away from me. Oh mijn god, dat is zo walgelijk. Hey, gezellig dat je luistert naar Kleine Meisjes Worden Groot. In deze podcast gaan wij samen in gesprek over de weg die jij bewandelt naar het worden van een volwassen vrouw. Hey Daf. Hey Lot, hoe zit mijn lipstift? Schat, mijn lipstift zit verschrikkelijk. Ik heb het net opgedaan zonder spiegel. Ja, je microfoon zit ervoor. Oh, wacht. Oh, het zit enig, schat. Je bent prachtig. Ja, voor de mensen die ons niet alleen naar ons luisteren. We zijn ook te zien op YouTube, Instagram en TikTok. Het grootmeisjes.podcast. .podcast, ja. Ik ga een ginger shotje nemen om de aflevering te beginnen. Want? In de naam van gezondheid. Ja, dat is, Lord dat Jesus. Is heftig. Oh, heb je wel eens magnolia bloesem gegeten? God damn! Woo. Why is it spicy? Why is it spicy? Heb je wel eens magnolia bloesem gegeten? Ik heb echt. Oh, dat maakte jij laatst op TikTok, toch? Ja, maar als je die blaadjes gewoon zo eet, dat smaakt ook een beetje naar gember. Maar dan de mildere variant. Meid, ik ben helemaal naar. Waarom doe ik dit aan het begin van de aflevering? Ja, ik snap het ook niet. Mijn hele bek zit vol met slijm. Nou ja, goed. Er waar gaan wij het over cola hebben? Voor ons neus. Ja, wop, ik spoel het wel weg. Waar gaan we het over hebben vandaag? Ja, wij gaan het hebben over acne, huidverzorging, jeugdbuisjes. Zal ik gewoon gelijk beginnen met de stelling? Dat kunnen we zeker doen. Wij kicken hem er gelijk in. Het maakt niet uit hoe laat het is, hoeveel alcohol je op hebt, ik voel het al aankomen, of hoe moe je bent. Haal altijd je make-up van je gezicht voordat je gaat slapen. Ik ben het zeker eens met de stelling. Ik leef hier ook wel echt naartoe om dit te doen. Je leeft er naartoe als in je kijkt heel de dag ernaar nou, uit. Nou, ik denk wel een uur van tevoren voordat ik ga slapen. Denk ik, god, ik moet het er straks afhalen. Nou, eigenlijk alleen als ik op een feestje ben geweest. Mm. Oh, wat vind ik dat erg. Ja. En heel soms gebeurt het wel eens dat ik het niet doe. Maar dat gebeurt echt één keer in de maand of zo. Ja. En wat is dan de reden? Nou, dat is dan ben ik, weet ik veel, heb ik leuke drankjes met iemand of zo. Of met mijn partner. En dan is er opeens een geil moment. En dan verplaatsen we naar de bedroom. Mm-hmm. Ja, dan ga ik niet na de seks ook nog denken. Nou, ik ga even naar beneden lopen om heel even mijn smoelwerk te af. Nee, daar heb ik echt geen zin in. Ja, dit is ook een beetje waar ik langzaam heen wilde. Want bij deze stelling moest ik dus heel erg nadenken over een one night stand die ik een keer heb gehad. En die aflevering moet volgens mij nog online komen. Wij hebben ook een aflevering gemaakt over one night stands. Wat ik weer altijd verkeerd. Die naam, die klemtoon. Die klemtoon one night stands. Altijd verkeerd. Dat one ga night stands. Dat negeert het maar gewoon. Maar dat. Maar ik vertel daar over mijn superleuke ervaring die ik jaren geleden heb gehad. Zeer spontane one night stand. One night stand. En ik had geen make-up remover bij. En dat was in een volledig mannenhuis. Heb jij wel eens spontane seks gehad en dat je zonder make-up remover kwam te zitten? Want ik vind dat echt. Ik poets liever niet mijn tanden dan dat ik niet mijn make-up eraf haal. Ja, ik snap, want je wordt zo crusty. Je wordt crusty. Ik heb letterlijk dat woord opgeschreven. Crusty. Ja. Je wordt gewoon crusty. Korrelig. Je wordt korrelig gewoon wakker. Je mascara zit zo aan je wimpers geplakt. Ugh, ja, dat is heel naar. Heb je dat wel eens gehad? Ik heb wel eens kokosboter van iemand gesmolten in de magnetron en dat over mijn smoel heen gedaan en toen met wc-papier mijn make-up eraf. Kokosolie, dat is op zich best een goede oplossing. Ja, ja. Dat heb ik wel eens gedaan, maar ja, dat gebeurt wel eens. Ja, ja, dat haat ik. En dan ik de volgende ochtend probeer ik het dusdanig op te lossen zodat het er nog een beetje oké uitziet. Weet je wel, dat je de mascara onder je ogen weghaalt en je wenkbrauw een beetje probeert te borstelen van met de restjes ga ik de walk of shame maar doen. Ik vind dat zo en dat is helemaal niet goed voor je huid. Nee, dat bedoel ik. Ik ga nu regelmatig met mijn zusje zwemmen op maandagavond en dan van tevoren haal ik mijn make-up eraf. Maar altijd, als ik dan alsnog uit het zwembad kom en ik kijk in de spiegel in de kleedkamer, zie ik er alsnog als een panda uit. Dan denk ik, what happened? Ja. Maar even tussendoor, ik weet dat jij de aflevering leidt, maar even serieus. Je mag altijd dingen zeggen, hè, vriendin. Hebben een van ons echt last gehad van acne? Want ik heb dit nooit. Dit was mijn volgende vraag, inderdaad. Ja. Ja, ik heb letterlijk hier staan. Vraag aan Lot of ze jou last heeft gehad van acne vroeger. Of van jeugdbuisjes. Ik heb wel als tiener heb ik last gehad van puistjes. En ook wel veel. Maar toen was ik 13, 14 denk ik. En ik moet heel erg gezegend zijn met mijn huid. Mijn huid kan heel veel hebben. En ik heb niet snel gezeik op mijn huid. Dus ik heb echt heel erg geluk daarmee. Wat fijn. Ja. En jij draagt ook best wel een flinke plamuur af en toe. Zeker als we aan het opnemen zijn. Niks mis mee overigens. Maar dat is wel heel fijn dat je gewoon een goede huid hebt. Ja, ik heb soms opeens een hele grote puist. Maar ik heb acne, heel eerlijk. Ja, ik heb jeugdpuistjes gehad, but that's it. Er zit ook wel echt, daar moeten we er wel duidelijk bij zeggen, vind ik. Er zit wel een verschil tussen jeugdpuistjes en acne. Enorm. Acne is echt zijn dikke ontstekingen. Is vaak een huidaandoening. Daar krijg je littekens van. Dan moet je echt naar laten kijken. Dat zou ik je
althans adviseren, als je er heel veel last van hebt. Maar dat heb je dus nooit echt gehad. Ja, maar eerlijk, je laat er naar kijken, maar dan krijg je medicijnen die zijn heftig. Ja. Maar heftig, vriendinnen van mij hebben dat gehad, een vriend van mij heeft dat gehad. Nou, echt de verhalen die ik daarvan hoor, echt niet normaal. En dan eindigen ze alsnog met fucking littekens. Like, damn! Ja. Acne is echt geen fucking grap. Ja, het is echt gewoon echt verschrikkelijk als je dat hebt. Ik kijk er altijd wel doorheen bij mensen. Waarom stel je mij een allerlaatste vraag? Oh, wat was de vraag? Dit is alleen maar heel goed. Dit betekent dat wij zo goed op elkaar ingespeeld zijn. Wij bereiden natuurlijk altijd de afleveringen van tevoren een beetje voor. En apart van elkaar. Apart van elkaar. En mijn allerlaatste vraag aan jou van deze aflevering was eigenlijk inderdaad, of het was een soort van halve stelling. Mm. Ik kan me voorstellen dat als je heel veel last hebt van acne, ongeacht je leeftijd of wie je ook bent, wat je ook doet, het kan je onzeker maken. Absoluut. Dat heb ik zelf ook als ik last heb van pukkels. Is dat iets wat ook bijvoorbeeld voornamelijk tussen je oren zou kunnen zitten? Want valt het eigenlijk wel zo op bij andere mensen? Is het iets waar jij je druk om zou moeten maken? Als je bang bent dat andere mensen het naar vinden? Want precies wat jij nu zegt, als er iemand tegenover mij zit met een onzuivere huid, ik denk niet in mijn hoofd na van, jeetje, wat ziet die er verschrikkelijk uit? Nou, wat ik meestal heb, is dat ik er echt oprecht doorheen kijk. Dus ik kijk naar de vorm van iemands gezicht. Yeah. De kleur van iemands ogen. Oh ja. Dat soort dingen. Het ligt ook, denk ik, aan de persoon wie je voor je hebt zitten. Want heel veel mensen kijken er niet doorheen. Ja. Yeah. En dat is het probleem. Ik heb ook één vriendin die heeft last van acne. Ik vind het een soort van part of her look. Oh ja. Yeah. Ik vind het oprecht er best wel tof uit. En zij doet ook nooit make-up op. En ik heb ooit... soms bewerk ik foto's en zo. En dan vraag ik altijd van, hoe ver mag ik gaan? Ja, ja, ja. En zij heeft gewoon letterlijk tegen mij gezegd, niet de acne weghalen, want dat ben ik. Ja. Yeah. Dat is wie ik ben nu. Oh, dat love that. Ja. Dat je het gewoon kan omarmen. En bij haar vind ik het deadass gewoon, ik vind het echt gewoon een look. Oh, dat ik wou dat ik dat had. In mijn puberteit had ik geen last van pukkeltjes, jeugdpuisjes of acne whatsoever. En ik heb het juist nu meer. En ook echt op de plekken waarbij je het als puber vaak krijgt vanwege je hormonen. Dus op mijn borst, bovenrug, voorhoofd, kin. Ik had het ook heel erg met die mondkapjes. Heb je daar geen last van gehad? Nou, ik heb het wel gezien bij jou. Dat het werd meer bij jou. Ja, dat kwam echt door die mondkapjes. Nou, ik zeg je echt eerlijk, je kan echt heel veel met mijn huid doen en ik geef geen kick. Ik kwam daarachter toen ik 16 was of zo. En toen kreeg ik een van mijn debiele obsessies. Want ik had altijd een obsessie voor een half jaar. Een van die obsessies was latex wonden maken. Dus op je huid nepwonden maken. Ik had gewoon zonder enige primer of niks, geen bescherming, gewoon pure latex op mijn gezicht gedaan. Geen kick. Er gebeurde gewoon niks. Helemaal niks. I'm so jealous. Ja. Dat is zo nice. Ja, daar heb ik echt... Even afkloppen die shit, want my god. Nee, daar heb ik echt... ik weet ook dat ik daar heel erg gezegend mee ben. Ja. Dus ja. Hey, wij gaan zo een spelletje spelen. Oeh. Ik heb iets leuks voorbereid voor deze aflevering. Een soort van never have I ever omtrent huidverzorging. Ik denk dat we onszelf ontzettend gaan exposen. Hou dus op. Als je dat wil horen, blijf dan vooral even luisteren. Maar we gaan eerst even gezellig praten over Storytel. Ja, Storytel is onze sponsor deze aflevering. En Storytel is een website of app. Ja. Waarbij je 350.000 luisterboeken of e-books... Nou, luisterboeken kan je luisteren en e-books kan je lezen. Ja, ik bedoel. En wij hebben een hele leuke code waarmee je Storytel 30 dagen gratis krijgt. En dat staat natuurlijk gewoon in de show notes. Ja. En wij hebben... allebei boeken uitgekozen. Ja, jij 5, ik 1. Dat zegt ook alweer wat over ons, inderdaad. Maar ik ga, kijk, jongens, ik lees niet zoveel. Want ik heb er gewoon ten eerste, het is chaos in mijn hoofd en ik heb er de tijd niet voor. Maar ja, met Storytel kun je het ook luisteren. En dat is wel fijn. Als jij onderweg bent, dan kan je gewoon een boek luisteren. Dat is echt chill. Of nog beter, het huis schoonmaken. Oh, dat is echt het beste moment om een luisterboek te luisteren. Ik luister ook wel eens naar boeken of podcasts onder de douche. Mm. Ook heel nice, vind ik dat. Nice. Het boek wat ik heb geluisterd is Gesprekken met God. Mm-hmm. Van de schrijver Neil Donald Walsh. En dat is een heel interessant boek over spiritualiteit. En het heeft echt mijn blik op hoe ik God mijn hele leven... want ik ben natuurlijk christelijk opgevoed. Hoe ik God heb gezien in mijn hele leven. En hoe ik daar nu een soort van meer spirituele blik op heb. Heel interessant boek als je daar geïnteresseerd in bent. Ik was heel sceptisch, want de schrijver heeft een gesprek met God. Of je er nou in gelooft, ja of nee. Er staan zoveel dingen in die mij echt hebben gepakt. Welke boek heb jij? Dit is echt super grappig. Jouw boek heet Gesprekken met God. Mm-hmm.
Mijn boek heet Gesprekken met Vrienden. Ah! Dat is echt super typisch. Stop! In het Engels, Conversations with Friends, dat staat er ook op, zowel Nederlandstalig als Engelstalig, van schrijfster Sally Rooney. Coming-of-age boek over twee vriendinnen, twee queer vriendinnen, die kennis maken met een ouder stel. En het boek gaat heel erg over polygamie. Mm-hmm. En over opgroeien en volwassen worden. Ik vind het eigenlijk een boek wat heel erg mooi past bij onze podcast. En daar heb ik naar geluisterd. Dus als je dat interessant vindt, luister daar zeker naar. Het is wel een fictief verhaal. Misschien moet ik dat er even bij zeggen. En het boek wat ik aankomende maand ga luisteren. Kijk je toevallig Bridgerton? Nee. Maar je weet wel wat het is? Ja. Die televisieserie ik snap over de vibe. Period drama's, mooie jurken, bals en zo, dat soort dingen. Bals? Dat klinkt echt heel grappig. Bals. Super, super leuke serie, heel erg vermakelijk. Dit is gebaseerd op een boekenreeks van schrijfster Julia Quinn. En je hebt nu ook op Storytel het boek The Viscount Who Loved Me staan. En dat is dus over het seizoen wat echt net is uitgekomen. En ik wil hem eigenlijk ook heel graag luisteren. Oké. Ik ben er heel erg... Er zit ook heel veel spicy scènes in. Oeh. Ja, heel veel zin in. Jij houdt heel erg van boeken. Ja, heel erg. Hoe is het ja. om nu boeken te luisteren in plaats van lezen? Super fijn, want ik heb sinds kort een nieuwe baan. En daarvoor moet ik iedere dag 2 keer 40 minuten in het OV zitten. Mm-hmm. Dat heb ik echt lang niet meer gedaan. Snap je. Want alles was altijd gewoon naast de deur. En ik vind het zo chill om 's ochtends in de trein met mijn koffietje en mijn ontbijt een luisterboek te luisteren. Geweldig. En dan gewoon een beetje zo uit het raam kijken. En gewoon even een momentje pakken voor mezelf. Even tot rust komen voordat ik de werkdag inga. Yeah. Vind ik echt heerlijk. Ik heb thuis een hele grote afwas staan. Ik denk dat ik straks even een boekje ga uitkiezen van Storytel en dan de afwas ga doen. Want dan vind ik het toch wel minder vervelend om de afwas te doen. Jongens, wil je nou ook 30 dagen gratis Storytel hebben? Ga dan naar de link hier beneden in onze show notes. Leuk. Oké. Okay, we gaan een quiz doen, toch? We gaan die er even. Ja, doe maar. Daphne, je hebt een never have I ever? Ja, een soort van never have I ever, inderdaad. Okay. Ik heb 5 dingen. We gaan onszelf nu ontzettend exposen, oké? Okay? Daar komt ie. Nummer 1. Ik draag altijd zonnebrandcreme. I have. I don't. Elke dag. I have not. Ja, ik doe dit wel. Ja, heel goed. Ik goed, hè? Ja, dat is echt maar goed. Maar ik ga ook onder de zonnebank. Oké. Okay. Oh, dus okay. Ja, bij mij levelt het een beetje uit. Mm, ja, en dat heb ik nou nog nooit gedaan. Maar dat doe ik ook wel 1 keer in de maand. Weet je het zeker? Niet vaker? Nee, zeker niet. Echt 1 keer in de maand. Zoiets. Ik ga niet vaker dan 1 keer in de maand. Dat is okay. De deal. Ja. Bij mij zit het volgens mij wel in mijn... wat is het? BB cream. Zit volgens mij wel iets van F. Ja, maar ik neem altijd die gewoon echt de hardcore. De hardcore shit. Ja. Ja, ik snap het. Nou, good for you. Heel ook goed. In de winter. Altijd. Vooral in de winter. Ja. Nummer 2. Ik drink minstens 2 liter water per dag. Doe ik niet. Ik ook niet. Op sommige dagen wel, op vele niet. Ja. Ik had ooit een soort van mason jar. En die vulde mason ik dan... Mason jar? Ja, je weet toch wel wat een mason jar is? Ja, dat was een mason jar. Ja, dat was helemaal zo'n hype op Amerikaanse YouTube een aantal jaar geleden. Op mason ja, maar dat jar. Was gewoon zo'n hele grote glazen met beker. Zo'n, met zo'n liedje erin. Ja. Oh ja, dat is ook heel erg jij. Maar die vulde ik altijd met water. Of met water met een smaakje of zo. En toen dronk ik wel heel veel. En die heb ik een keertje uit mijn handen laten vallen. En ik heb het idee dat dat echt hielp met genoeg water binnenkrijgen. Ja, ik heb ook als ik een goede thermofles heb, dan blijf ik drinken. Nummer 3. Ik leen geen make-up van anderen. Nou, dat doe ik echt vrijwel nooit. In ieder geval geen huidproducten, man. Dat nee, zou hè? Ik echt niet zomaar doen. Mascara ook niet? Nee. Nou, ik heb het idee dat mascara is. Mascara is volgens mij het wat je het meest zou uitlenen. Ja, mascaraatje pak ik wel eens. Wenkbrauwspul. Ja, ik kan wel iemands foundation lenen, maar ik ga niet iemands foundation sponsje lenen. Dat is wel gelukkig. Ja, precies. Maar eigenlijk... Oh, weet je wat ik een goede heb? Never gebruik je sponsjes voor je make-up? Nee, nooit. Gebruik je borstels voor je make-up? Ja, die maak ik schoon. Ik jij niet? Ik wel, maar veel te weinig. Veel te weinig, ja. Maar, sorry, maar je moet die dingen elke dag schoonmaken, hè? Dat doe je echt tuurlijk niet. Niet. Flik het toch op? Nee, hoe vaak doe je het? 1 keer per maand? Ja, zoiets. Ja! Ik heb er nog eentje voor je. Even aftap ik. Ja, is okay. Hoe vaak was jij je BH's? Nee, dit is helemaal naar. Ook veel te weinig. Ja, okay, veel te weinig. We gaan onszelf hier niet verder over exposen. Nee. Oké, okay. Error. Oké. Okay. Nummer 4. Ik kan van mijn huid afblijven. Ja. Ik niet. Nee. Nope. Oké. Okay. Nou, trouwens, dat is niet waar. Want kijk, ik heb een hele dikke laag make-up op. En dat is ook voor de reden dat ik niet aan mijn gezicht wil zitten. Ik zit wel heel vaak aan mijn neus. En ik heb een dingetje dat ik heel hard... Ja, dit is weer way too much information voor de mensen die luisteren. Please don't fucking kill me in the comments. Maar ja... Ik heb een vorm van OCD. Kom nu niet met, oh, je bent self-diagnosed. Nee, ik was 11 jaar in therapie hiervoor. Dat ik mijn nagels in mijn huid zet op deze plek. Oh, precies tussen je wenkbrauwen. Ja. Wat een bijzondere plek om dat te doen.
Geen idee. 10-jarige Lotta had denk ik iets meegemaakt en dat was haar Dit heb response. Ik nog nooit, dat wist ik niet eens. Oh schat, je moet eens weten wat voor tikjes ik allemaal heb. Dat ja, gaat je klikt heel veel. En dat heb ik volgens mij een beetje van je overgenomen ook. Oh ja, maar dat is niet per se iets wat... Anyways, we gaan door. We blijven bij de toppen. Ja, oké. Ik heb nummer 5, de laatste. Tenzij jij nog suggesties hebt, gooi ze er alsjeblieft in. Pimple-popping video's klik ik altijd weg. 100%, ik haat die shit. Ja? Ik vind dat zo onvoorstelbaar goor. Als iemand tegen me zegt, oh, mag ik je puist uitknijpen? Get the fuck away from me. Oh mijn god, dat is zo walgelijk. Oh ja, jij vindt het lekker, hè? Nou, ik heb wel... Er is wel een onderscheid tussen echt vieze pukkels. Ik ga gewoon... Oh. Ik ga het gewoon slecht. Ik vind het zo vies. Ik heb wel... Ik vind video's waarbij ze blackheads eruit halen. Zo bij het randje van je neus, weet je wel? Met zo'n loepje. Ja, met zo'n loepje of met een pincet. Dat vind ik wel heel erg satisfying. Maar dat is zonder pus. Of zo. Ja, ik snap dat wat je zegt. Dat is gewoon extracten. Ja, dat vind ik wel heel satisfying. Weet je wat iets heel goors is waar ik wel goed op ga? Als ze iemands oor gaan schoonmaken. Nee, dat zijn de video's die ik wel altijd wegklik. Die kan ik met zo'n waterbuisje. Of nog beter, het ingangetje van je telefoon, waar je oplader in gaat, daar zit allemaal stof in. Dan gaan ze met zo'n micro dingetje erop en dan gaan ze al het stof eruit halen. Nou, daar word ik nat van. Oh mijn god, dat vind ik echt geweldig. Ja, word je daar nat van? Ja, weet je wel. Maar puisten uitknijpen. Oh mijn god, wat vind ik dat vies. Ook als ik zelf puisten heb. Dit is echt wel een goede tip. Als ik puisten heb, of een onzuivere huid. Ik pimpelpap nooit met mijn handen. Nooit. Nee, ik raak mijn huid niet aan. Ik maak het schoon. Mm. En ik pak 2 wattenstaafjes. En daarmee knijp ik mijn puist uit. En ik raak het niet aan. Mijn vieze, gore, vuile handen gaan niet ook nog eens aan die puist zitten. En dan komt dat pus aan mijn hand. En dat gaat dan weer op andere plekken op mijn huid. Hell to the no. 2 wattenstaafjes, daarmee doe ik het. Soms maak ik zelfs een wattenstaafje schoon met Sterilon. Oh, wat goed. En doe ik het? Ja. Ja. Maar hoe doe je dat als je er eentje op je rug hebt? Wederom, I'm very privileged. Gebeurt niet. Het gebeurt I'm niet so vaak. Jealous. I'm so, en so trouwens, jealous. Ik zie het ook niet. So, who cares? Ja, dat is wel. Daar heb je wel echt gelijk in, inderdaad. Yeah. Ik neem aan dat jij hier dan misschien nooit echt last van hebt gehad. Maar bij mij is dit wel een ding geweest. Ik vertelde het net al. Ik heb soms best wel last van puistjes op mijn bovenrug. Mm-hmm. En ik heb daar ook wel wat littekens zitten van vroeger. Ik kon me daar heel erg onzeker over voelen als ik bijvoorbeeld in badkleding liep. Maar al helemaal wanneer ik seks heb met iemand. Mm. Even heel erg too much information misschien. Maar doggy style. Als je style, op je buik ligt. Ja, ja. Precies, als iemand achterop zit. Maar is het zo erg? Nou ja, er zijn periodes dat het erger is dan andere momenten. En dan vind ik het niet fijn dat mijn bedpartner op dat moment daar met zijn snuffert bovenop zit te kijken. Ik snap dat je daar ongemakkelijk van wordt. Maar we komen weer terug bij het hele ding. Denk even bij jezelf na. Kijk, ik wil alleen maar met mensen zijn die... of net zo liefdevol zijn als mij, of nog erger. Mm-hmm. En ik zou niet een partner niet willen doen om puistjes op zijn rug of haar rug. Ja. Snap je? Ja, ik snap we zijn wat zoveel bedoelt. Harder tegen onszelf dan tegen anderen. Ja. Jij zou nooit tegen mij zeggen, ja, hey, Lot, wat zit er op je rug? Je hebt echt wel gelijk. Maar we zijn zo fucking hard tegen onszelf. En for what? Ik kreeg ook laatst... Ik vind het wel belangrijk om dat misschien ook even erin te gooien. Ik kreeg laatst een DM, of wij kregen een DM via onze Instagram, @grotemeisjes.depodcast, van iemand die vond dat wij soms te negatief zijn in onze afleveringen. En dat we ook te veel kritiek hebben op onszelf. Maar ik vond dat best wel een reflectiemomentje, inderdaad. Ik kan me voorstellen dat dat af en toe zo klinkt. Maar tegelijkertijd denk ik ook, we zijn wel relatable. We kaarten wel dingen aan waar heel veel jonge vrouwen tegenaan lopen. Ja, heb ik gelijk, maar als wij niet? Negatief praten over onszelf, dan praten we ook negatief over anderen. En dat moeten we niet doen. We should not do that. Ja, maar ik kan wel met alle eerlijkheid zeggen... Maar ja, je bent wel onzeker over die shit. Ik heb andere dingen waar ik heel zelfverzekerd over ben. Maar dit is iets waar ik onzeker over ben. Ja. Ik ben echt onzeker af en toe over mijn huid. En over het feit dat ik een bepaalde verslaving heb met aan mijn huid zitten. Dat is bij mij een erkende stoornis. Daar heb ik ook therapie voor gehad. Dat maakt mij onzeker. Ik heel leuk zeggen dat niet zo is. Maar dan zou ik tegen jou en tegen iedereen die luistert zitten te liegen. Dat wil ik ook niet. Ja, ik snap dat de comment gemaakt is. En ik vind het ook goed... Ja. Want inderdaad, we moeten positief zijn. Want als ik het heb over mijn lichaam, dan heb ik het over het lichaam van heel veel andere vrouwen. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Maar ja, we zijn wel eerlijk. We zijn wel gewoon eerlijk. Hey, ieder huidtype is anders. Iedere vrouw, iedere man is anders.
Dus we kunnen niet echt makkelijk producten aanraden. Ik heb dus een aantal dingen bedacht die we als tips mee kunnen geven, die soort van universeel kunnen werken. Water drinken was er één van, inderdaad. Ja, ik heb trouwens een tip voor mensen die geen acne hebben, maar wel mensen in een omgeving. Geef mensen nooit een opmerking over hun uiterlijk als ze het niet binnen 10 seconden kunnen veranderen. Als die persoon niet binnen 10 minuten... Ja, nee, 10 seconden vind ik eigenlijk ver. Je snap je wat ik bedoel? Ik ga niet iets Kijk, zeggen als jij over... lippenstift op je tand hebt en je zegt, schat, je hebt even lippenstift op je tand, dan kan je het even wegpoetsen. Het heeft geen zin om tegen iemand die acne heeft te zeggen, oh, je hebt veel puistjes. No fucking shit! Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, eerlijk, ik vind het wel lastig met acne. Want kijk, als je puistjes hebt, dan moet je misschien gewoon kijken naar wat je eet, hoeveel water je drinkt, hoe schoon je je huid houdt, hoeveel je aan je huid zit. Maar als je acne hebt, damn, dat wordt een proces. Misschien is dit ook wel ergens de kern van mijn onzekerheid, want je raakt precies eigenlijk een pijnpunt voor mij aan door dit aan te kaarten. Wat je zegt klopt, maar ik heb helaas familieleden die altijd hele nare opmerkingen maken over mijn huid. Dat deden ze vroeger en dat doen ze nog steeds. Dan heb ik ze 3 maanden niet gezien, dan kom ik langs op de koffie en dan binnen een half uur wordt er gezegd, goh, ja, je huid ziet er niet zo goed uit, Jemig, hè? Why? Ja, het is Shut echt the fuck en up. Dat is echt heel lelijk. En dan denk ik ook, ik kan het nu toch niet aanpassen. Het is alsof ik nooit zelf in de spiegel kijk. Alsof ik me er niet van bewust ben dat het er zit. Dus dat voedt alleen maar die onzekerheid enorm. Dus ik sluit me heel erg aan bij wat je zegt. Kan je het niet aanpassen binnen 10 seconden? Hou dan gewoon je mond erover. Hou gewoon je mond. Zeg het gewoon niet. Niemand en als het heel van. Erg is, ga naar een dokter echt. Als het acne is. En als je nou niemand hebt om er echt mee te spreken, kan je altijd naar www.allesoké.nl gaan. En daar hebben we vrijwilligers zitten die met jongeren van 18 tot 24 praten. Helemaal gratis, helemaal anoniem. Ja. Dus als jij je shit voelt daardoor, of inderdaad opmerkingen van mensen, kan je altijd daarheen gaan. Ja. En gebruik make-up remover voor het slapen gaan. Douche ook niet te heet. Verschoon je kussensloop. Oh, schat. Echt. Het feit dat ik niet heel veel puisten heb, ik heb echt... Dat is echt godswonder. Dank maar ja, wel, we heer. Hebben allemaal andere dingen. Ik kan heel goed tegen cafeïne bijvoorbeeld. Oh ja. Maar geef me 1 wijntje en ik lig plat. Ja, ik kan niet nadenken. Ja, ja, zo hebben we allemaal iets. Ja. Het is wat. Hey, ik vond het een leuke afsluiting voor de aflevering. Ik ook. Vrijdag komt er nog een aflevering online, maar dat is bonus content. Ja, we uploaden dus nu echt 2 keer per week. 2 keer per week en 2 episodes. Alleen 1 daarvan is een bonus content. En voor 4,50 per maand krijg je dus 4 extra afleveringen. Daar per was maand. Wat verwarring ook over ontstaan. Het is echt 4 extra afleveringen voor eenmalig 4,50. Ja, zo dus is niet 4,50 voor een aflevering, jongens. Het is 4,50 voor 4 voor hele maand. Extra afleveringen per maand. Ik bedoel, ik vind dat gezellig. En het zijn echt juicy, juicy leuke afleveringen. Vaak ongeschript. Heel erg gezellig. We delen allerlei leuke persoonlijke verhalen. Ook met onze producer Ramon, die ons nu heel boos aankijkt, omdat we deze outro veel te onduidelijk aan het opnemen zijn. Dus dan horen jullie straks in de bonusaflevering wel waarom. Hey jongens, tot bedankt volgende week. Bedankt voor het luisteren. Doeg! Doei.